Nederland is een echt festivalland. En het steeds langer wordend festivalseizoen komen er meer en meer bij. Maar welk festival steekt er nou met kop en schouders bovenuit? Welcome to the Future, Intense Festival, Amsterdam Open Air en Dekmantel Festival hebben dit jaar in 2013 ontzettend goed gedaan. Maar ze waren niet de allerbeste. Het is weekend en het is vrijdag, dus geen gewone vrijdag. Want vanavond in Ministry of Beats, voor de tweede keer hier op DCBL, de uitreiking, de officiële uitreiking en de bekendmaking van de Festival Chart Award 2013. Ja! Ik hoor ze. Ronde! Nummer 1! The one and only 7th Sunday Festival! Award. Wat is jullie eerste reactie? Superleuk. Echt heel erg bedankt voor iedereen die gestemd heeft. Ja, we zijn er echt heel erg blij mee. Had je niet verwacht? Nee, we hadden het niet verwacht. We hebben er wel heel veel aandacht aan besteed. Ja, dus iedereen toch elke keer weer gevraagd om te stemmen. En ja, met de hoop dat we uitgeroepen zouden worden voor het beste festival van Nederland. En jullie hebben heel veel festivals, onder andere Welcome to the Future, Amsterdam Open Air, Intense achter jullie gelaten. Wat is nou dat onderscheid? De beleving is bij ons gewoon heel erg belangrijk. Wij besteden heel veel aandacht aan decor, aan de show tijdens het evenement en aan de service voor de bezoeker. En wat betreft de programmering? De programmering die is bij ons redelijk commercieel. Wij proberen altijd tussen die commercie ook nog de leuke verrassingen te plannen. Zeg maar. De leuke artiesten die, waar niemand aan gedacht heeft, die staan bij ons toch. En dat sprookje moet waargemaakt worden. En daar streven we elk jaar naar om toch nog meer beleving zeg maar, mee te geven en meer indruk. Iedereen die op 7 Sunday gestemd heeft, hartstikke bedankt. Want zonder jullie hadden we deze award niet kunnen krijgen. Dus iedereen super bedankt.